Nou, lieve luisteraars, ik ben heel ver weg voor mij, want ik woon in Vlieren en nu zijn we in Eindhoven. Nou, dat is echt heerlijk om de hoek. Ik ben bij Inge Vierhouten. Zij is onderneemster, influencer en vooral bovendien een heel tof mens. Welkom, dankjewel dat je tijd voor mij hebt vrijgemaakt. Dankjewel dat ik hier mag zijn, super cool. Ja. En een leuke intro ook dit. Ja. Pageren. Ja, goed zo. Inge, ik ben heel erg nieuwsgierig. En waar krijg jij het allermeeste energie van? Oeh, goede vraag. De meeste energie? Ik denk dat ik het krijg van doen wat ik het liefste wil doen. Ook al is het heel eng. Ah, en wat wil je het liefste doen? Eerst was het bijvoorbeeld ondernemen, denk ik. Mm-hmm. Meer sporten was het toen. En een grotere business bouwen. Meer mensen bereiken op die manier. Ja. Dus echt verbeteren. Ja. Misschien is dat het wel. Jezelf blijven verbeteren in wat je doet. Ja. En jij geeft ook aan, ondanks dat je het misschien spannend vindt. Ja. Ja. Wat vind je dan nu op dit moment spannend? Oeh, heel veel. Heel veel. Joh. Ik ben vorig jaar begonnen met ondernemen. En wat ik nu heel spannend vind, is om die business echt die grote serieuze stappen te nemen. Dus dat gaat het over iemand aannemen. Dan gaat het over investeren. Dan gaat het over, weet ik veel. Ik vind op vakantie gaan zelfs spannend nu. Want ik wil niks loslaten. Ja. Dus ik vind op dit moment heel veel spannend. Ja. Ja. Op vakantie gaan niks loslaten. Dus je klanten loslaten. Maar ook een stukje spannend dat je je inkomsten, hoe dat dan gaat. Ja, gewoon bang om dat ook wel een beetje te verliezen. Mm-hmm. Misschien. Mm-hmm. Om bang om domme keuzes te maken aan de ene kant. En aan de andere kant momentum te verliezen of dat soort dingen. Ja, daar denk ik wel heel veel over na, hoor. Ja. Ja. En nou, daar gaan we zo meteen dieper over in. Ik ben heel erg nieuwsgierig. We gaan meteen bam erin. Maar eventjes terug, Inge. Jij hebt mij net verteld, je komt uit Vlijmen. Je woont nu in Eindhoven. Neem ons eens even mee. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik heb in Eindhoven gestudeerd. En toen vond ik de stad eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vond het heel leuk om te stappen hier in Eindhoven. Voor de rest vond ik er niks leuks aan. En ik had mijn hele leven eigenlijk in de dorpen, in het dorp waar ik woonde. En pas toen ik zelf ging veranderen, dus bijvoorbeeld ik ging van niet sporten naar heel veel sporten, veranderde ik zelf ook en kreeg ik ook veel meer behoefte om in een stad te wonen. En Eindhoven was toen volop in opkomst. Ja. Plus, ik leerde mijn vriend kennen in die periode en die studeerde hier ook. En die woonde hier op kamers. En toen was het voor ons gewoon de gulden middenweg dat we hier in Eindhoven samen zouden gaan wonen. Dus kwam er een leuk huis op ons pad. Net voordat Mark ging afstuderen. En toen gingen we daar samen wonen. Dat was eigenlijk vrij spontaan ook wel. Het is niet dat we heel lang hebben gezocht of zo. Dus ja. En nu, 2,5 jaar later, is het hier nog steeds. Ja. En ik voel me ook echt wel. Ik ben echt zo'n trotse Eindhovenaar, hoor. Ja. Ik ben echt een ambassadeur van deze stad. Ja, ja, maar in Eindhoven is natuurlijk heel veel gebeurd de laatste jaren. Heel veel. En wij zitten nu in jouw huis. Het is een schitterende plek. Echt. Eindelijk ben ik een keer in een huis op strijd. Daar heb ik veel over gehoord. Maar het is echt. Weet je wel, ja, dat is echt super gaaf. Dus ik vind dat tof om te zien. En ik snap dat je ambassadeur bent van Eindhoven. Je geeft aan, je bent van niet sporten naar heel veel sporten gegaan. Ja. Welke sporten? Nu voornamelijk krachttraining. Dat vind ik echt super cool. Ik doe steeds bootcamp. Ik doe nog een beetje hardlopen. Wel echt op mijn manier. Dus langzaam hardlopen en gewoon echt lekker in de polder, nergens aan denken. Wat doe ik nog meer? Heel veel bewegen. Functioneel training vind ik ook belangrijk. Maar echt krachttraining is wel de basis. Ja. Fitness, ja. En is dat dan met een bepaald doel dat je aan het trainen bent? Ik ben ooit begonnen met trainen omdat ik wilde afvallen. En echt met een fysiek doel, want ik was niet tevreden. Dus vanuit dat doel ben ik toen begonnen. Mm-hmm. En dat resulteerde in eerst heel veel, hoe zeg je dat, heel veel cardio trainen. Dus ik was die meid die in de joggingbroek op de cross trainer stond een uur lang. En toen was ik op een gegeven moment iemand die iedere dag hetzelfde routinetje deed in de fitnessschool. Dus dezelfde oefeningen met dezelfde gewichten. En pas toen ik zelf meer ging investeren in kennis, dus leren wat je moet doen om je lichaam bijvoorbeeld te shapen, toen ben ik bij de krachttraininghoek gekomen. En toen durfde ik ook zwaar te squatten. En qua leg day is toch wel mijn grootste liefde. Ja. Want je hebt nu nog steeds een bepaald schema dat je volgt. Ja. Of maak je zelf misschien wel? Ja, ik begin binnenkort weer met iets anders. Maar wat ik nu voornamelijk doe is, ik vind upper body trainen niet zo leuk in de gym. Dat doe ik liever buiten en op een high intense niveau. Ja.
En leg day is echt, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld naar de 100 kilo squat toegewerkt. Ja. Dat vond ik echt gewoon super cool om te kunnen, want ik wist dat ik heel sterk was. Ja. Maar dat, ja, dat was echt een doel om af te tikken, dat is me toen ook gelukt. Oh, dat is wel heel cool. Ja. Echt ja. 100, en dan echt badass. En dan echt gewoon heel diep, dat je denkt, ik ben een kampioen die willen krijgen. Ja. Ja, en maar ik wel met iemand achter me van als ik het niet red, help me. Ja, tuurlijk. Want en dat vond ik echt heel cool. Want ik was toen ook heel bewust de hele tijd zwaar de beest, weet je wel, hele kleine stapjes omhoog. En toen lukte het. Ja. Super cool. Ja. En een stukje, daar ben ik dan heel nieuwsgierig. Nou, bij mijn achtergrond in de sport. Jij zegt, je upper body, die train je buiten high intensity. Maar hoe train je upper body buiten? Ja, wat ik bedoel is, ik vind bicep curls en chest presses, ik vind het allemaal zo saai. Ik weet niet, ik heb mezelf wat wijs gemaakt. Hè. Ja. Maar buiten, dan heb ik het meer over gewoon push-ups. In combinatie met, ik noem het altijd hand-elleboog. In combinatie met burpees, met de touwen, boksen ook een beetje steeds meer. En gewoon lekker... Dan doe ik dat meer trainen om mijn hoofd leeg te maken, omdat ik bewust met een doel om sterker daar te worden. Ja. Oh, dat is geen Nederlands, maar je snapt me. Ik snap je goed. Ja, maar dat is wel super fijn. Ik snap ook wel, want ik begin 's ochtends zelf ook vaak met een workout. Okay. Niet echt een workout, maar zeg maar een yoga practice met goed. Push-ups en een paar buikoefeningen en een planking. Gewoon om even mijn lichaam wakker te maken en we gaan weer beginnen. Ja. Ja, precies. Vind ik wel heel mooi uitgelegd, ja. Ja, en dat is wat jij ook doet met buiten, dat je dan altijd meer actief is. Een ander gevoel wat je bij het sporten krijgt. Klopt, ja. En het is natuurlijk ook, ik werk heel veel, dus dan is dat sporten, het vind ik zo belangrijk. En niet alleen dat gezondheid een rol speelt, maar gewoon, het is zo belangrijk om nergens anders aan te denken dan gewoon even dat te knallen. Dat vind ik echt een heerlijk gevoel. Maar... Ik moet mezelf dat wel ook nog steeds vaak vertellen. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Het is niet dat het vanzelf gaat dat ik denk van... Ik ga 6 keer trainen per week omdat ik dat gewoon vanzelf gaat. Nee. Je moet jezelf toch echt wel dan... want jij zegt ook van... Je maakt met sporten echt je hoofd leeg. Ja. Of kan je ook iemand zijn die tegen jezelf zegt... Ik moet gaan sporten, want ik moet trainen. Ik wil die 100 kilo kunnen pushen. Ja, dat kan ik ook. Niet per se voor die 100 kilo, maar ik kan mezelf ook wel... aan het werk zetten omdat ik gewoon weet dat het moet gebeuren omdat ik een bepaald doel heb. Bijvoorbeeld als ik meer wil afvallen, dan weet ik ook wel dat het moet gebeuren. Ja. Dat kan ik ook, alleen als de prioriteit minder op sporten ligt, dan gaat het ook automatisch veel makkelijker om te zeggen, oh lekker even mijn hoofd leeg maken. Dat is heerlijk, hè? Dat je gewoon toch? Ook weer die batterij op te laden om te gaan sporten. En, ja, ik denk aan dat jij dat ook nog steeds hebt. Ja, vooral dat op het begin heb ik dat lastig gevonden, omdat je een bepaald doel had en ik wilde nog echt trainingen doen. Ja. En ik zeg, nu fiets ik alleen maar, als ik zin heb, fiets ik. En dan ga ik ook daar, op basis daarvan, ga ik hard of zacht eten. Okay. En dat het geen push is, want dat heb ik nu in mijn business, ik merk. Ja, ja. Want dat ervaar je nu in je business. Ja. Dus die push daar wel heel erg. Dat heb ik ook. En dat ik door het sporten juist gebruik om te laden om te kunnen pushen. Om daar te kunnen presteren. Ja, helemaal mee eens. Ja. Maar dat is voor mij ook wel, ik weet niet hoe dat het voor jou was, maar voor mij wel een hele shift geweest. Want eerst was ik zo gefocust op fitness, dat was dat mijn hele leven. Ik ging voor het werk sporten, ik gaf bootcamp na het werk. Ik ging dan liefst 2 keer per dag echt zelf trainen ook. Ik was aan het fietsen, 30 kilometer per dag dan. En als ik een dag stil had gegeten, zorgde ik wel dat ik de polder in ging om te rennen. En vervolgens kreeg ik... het doel om te gaan ondernemen. En daar kreeg ik zoveel doelen voor, dat die shift, was niet meer mijn enige doel. En daar ben ik wel ook een tijdje helemaal kwijtgeraakt, hoor. Ja, weer die balans. Ja. Dat, en waarschijnlijk heb je moeten gaan ervaren dat je door het sporten, dat het je energie geeft om weer in je business te knallen. Ja. Ja, dat is denk ik wel inherent. En veel mensen, startende ondernemers kennen natuurlijk, dat ze zichzelf schuldig voelen als ze niet aan hun business werken. Ja. Terwijl dat juist je echt energie kan geven om eventjes... Ik zie ik zit hier echt een te knikken. Dat is gewoon zo. Ja. Ik ben gewoon echt van mening dat als je goed voor jezelf zorgt, dat doet iets met je. Ja. In de positieve zin. Ja. Ja. En als je dat negeert, dan komt het sowieso bij je terug op de slechte manier. En hoe zorg jij dan door de dag heen goed voor jezelf? Nou ja, begin bij water drinken. Dus ik drink echt heel veel water. Dat is iets wat ik mezelf echt heb aangeleerd. Ik vind beweging heel belangrijk. Ik vind... gezond verstand, alles op een rijtje hebben, vind ik belangrijk. En toch ook wel streng zijn voor jezelf met betrekking tot die beweging. Dus daar echt keuzes in maken. Dat als ik zeg van oké, ik wil 5 keer per week trainen,
dat ik het ook echt aftik. Stel jezelf echt een doel. Ja, en ik vind ook, mensen zeggen heel snel dat ze moe zijn, dat je dan voor je rust moet kiezen. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Want ik denk, soms ben ik moe, als ik dan ga trainen heb ik weer energie. Ja. En dan slaap ik beter. Ja. En dan ben ik niet meer moe de volgende dag. Ja. En dan denk ik, ja, als ik altijd, als ik moe ben, ga uitrusten, dan ga ik op de bank zitten. Ja. Want wat is ook moe zijn dan? Ja. Dat vind ik wel een hele mooie, wat is moe? Ja. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig, op het moment dat je dan moe bent, hoe ga je dan trainen? Want ga je dan dezelfde training doen als je anders zou doen? Of ga je dan op een andere manier trainen? Dat is wel een hele goede vraag. Want ik heb bijvoorbeeld één training, ik heb eigenlijk geen zin training. Mm-hmm. En dat is een leg day training waarbij ik dan op een bepaalde manier ga trainen. Dus dan ga ik niet zware gewichten doen, maar wel hoge herhalingen. Ja. En dan ga ik gewoon met plezier trainen. Ja. Maar ik heb ook momenten dat ik absoluut geen zin heb in de gym. En dan heb ik één oefening gedaan en dan zit ik er zo lekker in, dan knal ik de hele workout. Ja. Dus dat is wel heel grappig, dan luister je wel naar je gevoel. Ja, denk ik wel. Ja, denk ik wel. Ik weet het wel zeker, want anders noem je het geen zin trainen. Ja. En dan zeg je, ik ga één oefening gaan en dan denk ik, ik kan wel. Ja. Dat is denk ik essentieel, want op het moment dat je moe bent, kan je natuurlijk gewoon thuis blijven, zeg op de banken liggen. Maar je kan ook echt dankbaar sporten natuurlijk om die batterij op te laden. Ja. En jij zegt net dat wat voor jou heel belangrijk is, je gezond verstand te gebruiken. Ja. Nou. Dan heb ik het meer over ruimte in mijn hoofd. Ik ben chaos, zeg ik altijd. En dat is iets wat je jezelf dan natuurlijk ook weer aanneemt. Maar met gezond verstand bedoel ik gewoon, als het te veel wordt, heel even een stapje terug doen. Als het te weinig is, een tandje bij doen. En gewoon op een hele nuchtere manier daarnaar kijken. Dus niet doen wat je denkt dat moet gebeuren, maar weten wat je moet doen. Mm-hmm. Snap je dan wat ik zeg? En ook waar we het op het begin van de dag over hadden, met van 8 tot 5 werken, dat vind ik niet per se productief. Ja. Ik wil juist aan streven om minder per dag te werken en super effectief te werken. Ja. Dus dat bedoel ik daarmee. Ja, ja, maar dat is, hoe mooi is dat? Ja. Gewoon als je effectief kan werken. Ja. En kan je er ook veel mee doen, joh. En het is veel leuker. En je houdt die energie over om te leven zoals je wil leven. Ja. Want ik denk wel dat mensen bij ondernemen bijvoorbeeld automatisch denken van, oh, je kan je eigen planning maken, lekker veel vrijheid. Maar dat is het absoluut niet geweest vanuit het afgelopen jaar. Want ik werk nu meer dan dat ik deed bij mijn baan. En toen deed ik mijn blog en alles en ook naast. Ja. En nu werk ik nog veel meer. Alleen, ik ben nu dus allemaal veranderingen aan het maken om dat dus terug te schroeven. Omdat ik wil dat veranderen. Ja, dat is graag. Dus wat is jouw droom dan, zeg jij, over 5 jaar? Hoe ziet dan jullie leven eruit? Want jij hebt je bedrijf samen met je vriend. Ja. Dat is even voor de luisteraars wel mooi, hè. Bedrijf, de social media coach hebben jullie. En je hebt je eigen blog. Ja. Maar hoe ziet dat er over 5 jaar uit? Goh, mooie vraag. Ik denk dat, ik weet, de social media coach, daar worden wij iets losser van. Dus we moeten ons erboven zien. En dan hebben we mensen in dienst die de taken doen, om het even zo te zeggen. Dus dat zie ik heel veel. Aan de ene kant ook een trainingstraject dat gewoon loopt. Een online traject. En dan zie ik aan de andere kant mensen die taken doen terwijl wij er strategisch boven hangen. Dus meer business-wise mee bezig zijn. Ja. En voor You Go Girl dingen, wat dan mijn eigen merk is, daar zie ik over 5 jaar een landelijk bekend merk. Met alle tools voor mensen die aan zichzelf willen werken. Oh, cool. Dat wordt echt next level. Ja, daar ben ik nu heel erg mee bezig. Ja, ook gaaf. Ja. En wat ga je dan nog meer aanbieden? Ik bied nu eigenlijk niks aan. Nee, je biedt nu artikelen aan, inspiratie aan. Ja. Dus dan vind ik dat je best wel wat aanbiedt. Ja, ik geef mijn leven bloot, dat is het misschien. En ik deel alles wat ik leer, dus dat bied ik nu aan. Ja. Maar qua business is het gewoon alleen een influencer marketing model. Dus ik heb partners die mij ondersteunen en daardoor kan ik dat werk blijven doen. Maar wat ik dus wil, is daar een bedrijf van maken waar en partners bij kunnen horen. Dus die erbij passen, bij de boodschap passen, die mij daarin ondersteunen. En aan de andere kant wil ik gaan werken met koffiedates. Wil ik gaan werken met, ik heb zoveel ideeën. Ik heb een boek ben ik aan het schrijven, een e-book dan. Ja. Over je eigen gezeik. Dat is echt een spoiler alert dit. Ja, je eigen gezeik en hoe je daarmee om moet gaan en hoe ik daarmee om ben gegaan. En ik wil downloads maken. Ik wil alle tools die je kunt bedenken, bijvoorbeeld een goal planner, noem het maar op, daar wil ik daar kwijt kunnen. Ja, ja.
En ja. Waar je echt, tenminste als ik jou zo zie, echt je eigen creativiteit. Ja, en eigen, dat is echt mijn ding. Dat. Ja. Je gaat helemaal van kleuren. Ja, echt. Ja, dat vind ik ook altijd zo. Dat kan ik ook niet tegenhouden. Ja, ja daar moet je ook gewoon echt even gaan. Ja. Want dat is gewoon super mooi. Je zei straks al op het begin, van waar je van gedroomd hebt, dat dat werkelijkheid is geworden. En dat is gaaf als je grootste droom, want dan wordt eigenlijk je droom gewoon vaak gewoon echt werkelijkheid. Ja, en dat is ook iets, dat moet je ook weer leren om dat in te zien. Dat is ook wel een droom van me, om continu al die successen te blijven vieren. Om dat allemaal te blijven inzien van, wow, ik doe het. Ook al gaat het niet altijd vanzelf, ik doe het wel. Dat vind ik wel iets heel moois. En tegelijkertijd vier ik ook alle successen van mensen om mij heen. Dat vind ik echt super cool. Ja, tuurlijk. Ja. Het is toch super vet om mensen, om lekker te levelen en die mensen mee te nemen en die successen van hun te vieren. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dat vind ik wel heel mooi wat je zegt, want dat besef ik me nu, dat mag ik wel iets meer doen. En dat moet ik in mijn sporten dat helemaal vergeten, zeg maar. Maar hoe vier jij die momenten dan? Gewoon leuke dingen doen? Of wat ga je binnenkort nog vieren? Wat ga ik vieren? De lancering van mijn website komt in begin november eraan. Ja, de nieuwe website, echt helemaal nieuw met gewoon precies zoals ik het voor mijn ogen heb, dat wordt hem. En daar wil ik een viermomentje van maken en daar wil ik misschien wel echt een lanceringsfeest van maken. Oh. Dat ligt nu een beetje aan hoe qua tijd lukt. Maar hoe vier ik het normaal? Ja, dat kan echt met een bak Ben & Jerry's zijn, tot aan een hele dikke leg day sessie, tot aan een vakantie. En ik hoop dat ik gewoon... Nou, het gaat ook vooral een beetje een mindset dingetje, hè? Vieren van wow, yes. Een high five is soms al vieren. Maar dat wat je nu zegt, dat is denk ik het allerbelangrijkste. In plaats van dat je die sneltrein blijft zitten. Precies. En dat je vergeet uit te stappen om even te kijken. Dit is fucking vet dat ik aan het doen. Ja. Precies. Ja. En zoals ik vind dit ook een compliment. Dat wij samen een gesprek online gaan zetten. Dat vind ik ook al een compliment van alles wat wij allebei doen. Ja. Dat is toch super vet? Ja, dat is zeker weten. Maar dat vind ik wel mooi dat je dat zo ziet. Dankjewel. Ja, ik vind het echt heel leuk doet. Oh, gaaf. Dankjewel. Ja. Goed onthouden. Goed onthouden, ja. Maar dat is wel heel mooi. Want, en ook wel super mooi dat je dat beseft, dat je die momenten moet vieren. Ja. Alleen, jij zei straks tussen neus en lippen door, hè, dat jij... vanuit een onzeker meisje komt. Mm-hmm. En wat ik nu hier een dame, ik zie hier echt een dame voor me zitten die weet wat ze wil. En ja, ik schat je ook in dat je nou, dat hebben we allemaal, onze onzekere momenten. Mm-hmm. Maar fucking hell, je hebt volgens mij echt stappen gemaakt. Mm-hmm. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, er gaan echt jaren overheen hoor. Ik denk dat het begon bij echt die keuze maken van oké, ik wil dit niet meer zo. Ik wil geen tijd meer verspillen aan zeuren, aan slachtofferrol, aan negatief zijn. Dat heb ik heel bewust ingezien. Mm-hmm. En toen ik die keuze heb gemaakt, ben ik echt in 160 graden veranderd. En daarmee bedoel ik ben van bankhanger en alcohol en feestjes, feestbeest, echt, geloof me. Dat was ik, naar iemand gegaan die heel drastisch voor de fitness ging. En daar heb ik heel veel lessen... Daar kom je jezelf letterlijk tegen, toch? Ja. In de sport, dat kom je jezelf letterlijk tegen. Nou, dat is bij mij gebeurd. En daar ging ik inzien, oké, wat voor persoon wil ik zijn? Ja. En het klinkt misschien heel zweverig, maar daardoor wist ik precies, dit wil ik. Ja. En het zelfvertrouwen, dat is zo'n belangrijk onderdeel daarvan. Ja. En wat voor persoon, hè? Je bent dus echt afgevraagd van wie is mijn toekomstige ik? Ja. En wat heb je daar vervolgens mee gedaan? Hoe? Wat heb ik daar vervolgens mee gedaan? Met die gedachten? Ja. Vervolgens ben ik gaan trainen. Voor een bewust doel gekozen. Ja. Ben ik voor mezelf gaan kiezen in de zin van... Ik ga na het afstuderen niet meteen een baan zoeken. Ik ga mijn skills verbeteren. Ik ga mijn online aanwezigheid vergroten. Want dat wilde ik heel bewust. Ja. En daarmee bedoel ik... Ik heb voor de HEMA geschreven. Ik heb heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben voor Frank Watching op pad geweest. Ah. En dat waren allemaal manieren voor mij om... Mijn schrijfskills omhoog te krikken, om mijn gewoon om te doen wat ik, om te ontdekken waar ik heel blij van werd. En toen, een jaar later, vond ik mijn baan. Ja. En voor mensen die een visie hebben om na een afstuderen meteen aan het werk te gaan, is dat laat. Voor mij was dat een jaar van investeren. Ja. Toen ben ik bij mijn bijbaan blijven werken. En zo heb ik gewoon dat jaar gedaan. Oh. En daar ben ik echt heel blij mee. Ja, en vervolgens, nu zijn we, ik weet niet hoe lang, ik ben 4 jaar geleden afgestudeerd. Ja, 4 jaar geleden. In die 4 jaar, ik heb tijd en geld
geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Ik heb coaching gehad. Ik heb fitnesscoaching gehad, maar ook echt performance coaching. Ik heb boeken gelezen. Ik luister podcasts. Ik kijk van die documentaires. Ik doe dat. Ja, gaaf. Ja. Ja, maar het is ook echt een hobby geworden. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ja, bij mij is het ook echt een hobby. Ja. En natuurlijk, ja, weet je, ik werk zelf ook als coach. Dus het is gewoon echt, ik blijf zelf ontwikkelen. Maar het is gewoon een beetje, ja, ik denk dat jij dat ook zo ervaart. Dat zie ik er een beetje aan. Is dat, je groeit er zo van. Dus je merkt gewoon wat voor boost je ervan krijgt. Waardoor je steeds meer ermee door blijft gaan. Maar wat is jouw favoriete boek of podcast? Of wat heeft jou het beste op weg geholpen? Mijn allereerste persoonlijke ontwikkelingsboek kreeg ik van een voedingsdeskundige die mij toen hielp. Mm-hmm. En dat was de Creatiespiraal. Dat was mijn allereerste persoonlijke ontwikkelingsboek. Dat heeft al wel veel met me gedaan. Daardoor leerde ik van oké, zo werkt het een beetje, positief denken en creëren en doen. Dat heeft wel mijn allereerste blik op ontwikkeling veranderd. Nu, mijn favoriete boek is You Are a Badass at Making Money. Die heb ik voorbij zien komen. Ja. Die heb ik echt al 6 keer genoemd. Iedereen vraagt me steeds om. Qua money, qua geld, mindset, heeft dat alles voor mij veranderd. Want persoonlijke ontwikkeling gaat over jezelf kunnen spiegelen. Hè? Om jezelf aan te kunnen kijken van, nee, dat heb je mis, dat moet anders. Ja. En dat boek deed dat bij mij. Over het gebied van geld, maar dus ook ondernemen en dus ook uitgeven en inkomen, alles. En ook zelfvertrouwen als ondernemer. Dus hoe ik mezelf als directeur zie over 5 jaar bijvoorbeeld. Ja. Dus dat boek heeft heel veel voor mij gedaan. En de podcast van Case Kenny, dat is de oprichter van Pursuit, is echt. Pursuit is echt heel vet. Ja? Dat is een hele nuchtere. Ja, hij is 30, hij woont in Chicago. Ik vind hem super vet. Ja. Ja, echt heel tof. Het is gewoon heel ook over persoonlijke ontwikkeling. Maar ook, dit moet je vooral niet doen. Je moet niet zo zeiken. Gewoon doen. Gewoon. Dit moet je doen. Ja, gewoon gaan. Ja. Ja, oh, super gaaf. Die laatste ga ik zeker eens luisteren. Ja. En dan ben je nieuwsgierig, ja, want dat las ik inderdaad op jouw blog inderdaad over. Hè? You are badass and making money. Ja. En dat er voor jou zoveel inzichten heeft gegeven in jou, voor jouw business. Ik zag het ook een stukje over sales. Dat je daar ook jezelf iets had in de aard gepraat van. Dat je daar rete goed in was, had je jezelf aan gepraat. Je gaf aan, volgens mij vond je jezelf daar minder goed in. Ja. Maar neem ons en de luisteraars eventjes mee van welke inzichten heeft dat boek jou gegeven en hoe heb je die toegepast in je business? Ja, dat is wel een goeie. Je moet even weten, toen ik mijn baan opzij, kreeg ik echt paniekaanvallen. Mijn allergrootste angst is om blut te worden. Mm-hmm. En ik ging ondernemen met het in mijn gedachte dat, oké, als je gaat ondernemen, dan word je blut. Want al je geld moet je investeren in je business. Daar was ik volledig van overtuigd. Vlak voordat ik mijn baan, voordat ik wegging bij mijn baan, heb ik nog met de salesdirecteur, of eigenlijk met de directeur, een sessie gehad waarin hij mij ging leren salesgesprekken houden. Want ik was dus overtuigd, nee, dat is niks voor mij, dat doe ik niet. Ik kan niet eens dat zinnetje op Facebook zetten van, meer informatie, klik hier. Dat vond ik al moeilijk, zeg maar. Gewoon omdat ik mezelf zo had wijsgemaakt, moet je nagaan. En dat boek kocht ik in Dublin en toen dacht ik, dit spreekt mij zo aan, ik moet dit boek hebben. En ondertussen was ik al een half jaar aan het ondernemen, ik was mijn spaargeld aan het gebruiken, ik was dat aan het doen wat ik dacht dat nodig was. Nou, en toen ging ik dat boek lezen en dan kom je erachter over bepaalde patronen die je jezelf wijs maakt en hoe dat zich uit in je gedrag. Dus dat je op de verkeerde momenten veel geld uitgeeft. Dat je op de verkeerde manieren aan het investeren bent. Dat je je tijd niet slim besteedt. Dat je ook veel meer waard bent dan je denkt dat je waard bent. Dus hoe het concreet is veranderd. Ik weet niet wat ik waard ben. Dus ik ben van daar naar daar gegaan. Dus even van laag naar iets hoger. Ik weet ook dat als ik ergens goed in ben. Dat ik daar dan waarde voor mag vragen. Dat ik daar niet bang voor hoef te zijn. Ik heb goed nagedacht over hoe mijn money mindset eruit ziet. Dat is ook weer heel zweverig voor de een. Maar ik had dus bepaalde gedachten rondom geld, dat het slecht was, dat je een slecht persoon werd van veel geld. Maar ondertussen, ik wil wel veel geld verdienen. Ja. En jij bent een goed persoon. Ja, ik ben niet slecht. En ik word geen slecht persoon als ik meer ga verdienen. Ik krijg dan juist de ruimte om nog een beter persoon te zijn voor de mensen in mijn omgeving. Ja. Voor de mensen die ik kan helpen. Ja. Nou, dat is het mooie. Ja. Ja. Dus het is allemaal... het heeft zo'n mindshift in je hoofd, ja, hè? Ja. Waardoor je even meer vertrouwen in jezelf hebt gekregen, in je eigen business hebt gekregen. Maar ben je dan ook concreet, zeg maar, makkelijker, ging je makkelijker naar nieuwe klanten toe? Of?
Ja, en dat heeft ook wel te maken met de laatste coaching die ik heb gehad. Daar heb ik heel erg ook de salesgesprekken echt geoefend. Dus opbouw en kijk, dat zelfvertrouwen, dat komt niet vanzelf. Dat komt ook door ervaring. Ja. Maar doordat je die gesprekken dan weet hoe je dat moet doen. Ik ga heel lekker op informatie, zoals ik net al zei. Dus doordat ik informatie kreeg over, nou, zo wil ik het doen. Ja. Zo ga ik het doen. En dan heb je positieve ervaringen. En ja, dan wordt het gewoon makkelijker. Plus, ik was me gewoon bewust van hoeveel waarde ik aan het toevoegen was. Ja. Dus dan mag je daar ook voor vragen. Ja. Ook al ben je iemand van toen, 25, ben je nog een jonkie volgens de directeur die tegenover je zitten. Ja. Nu zit ik daar gewoon en je luistert of je luistert niet. Nee, ja, prima. Hè? Maar ja. Ja, en... ja, dat is ook iets wat ik heel graag wilde bereiken. Want het liet me altijd wel ondersneeuwen door zulke mensen. Je hoort dan ook het zeggen. Ja, maar dat is waarschijnlijk ook door je eigen houding die je aannam. Daardoor word je ondergesneeuwd. Ja. En precies. Op het moment dat je denkt, ja, weet je wel, ik ben ik, jij bent jij, en zit op hetzelfde level. Ja. Nou, ja. Dat is prima. Ja, of jij bent hier omdat jij mij een berichtje hebt gestuurd, ja. Omdat jij mij hebt gebeld. Je hebt mij nodig. Ja, ja. Ja, dus, eigenlijk wel. Je moet gewoon weten wat je waard bent. Dan moet je om dat te kunnen weten, daar moet je in investeren. Ja, ik las toevallig, volgens mij vandaag, nog een post over iemand die schreef over dat heel vaak ook aan ondernemers wordt gevraagd, kan je iets niet gratis doen? Ja. Of kan je iets van de prijzen doen? En schreef ze van, ja, weet je, je vraagt ook niet aan een bakker, maar je gratis je brood proberen. Ja. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde, want het is zo zonde. Komt zoveel voor. Ja. En vooral in de online wereld. Hè. Ze denken dat het allemaal helemaal geen tijd kost. Ja, nee. Ja, ze denken dat wat je hebt opgebouwd, dat vanzelf is gekomen. Het is natuurlijk ook een vrij nieuw vak, hè, de influencer, op die manier. Ja. Dat het normale mensen tussen haakjes... mensen kunnen beïnvloeden. Dat is voor mensen bijna niet te begrijpen. Nee, ja, klopt. Maar daar gaat heel veel tijd in zitten. Er zit al 4 jaar tijd in. Ja. Sowieso om je om je volgers, je bereik te vergroten. Ja, en voor jezelf natuurlijk. Ja. Het komt natuurlijk ook dagelijks. Hoe lang ben je er dagelijks mee bezig? Ja, dat wil je niet weten. Ik durf die app niet te downloaden. Of ik durf niet op te kijken hoeveel uren ik aan mijn telefoon zit. Maar dat wil je niet weten, hoor. Nee. En dat geef ik ook toe. Dat is ook niet helemaal gezond, denk ik. Nee? Nee. Merk je dat zelf? Nee. Nee? Aan jouw energieniveau? Nee. Ik krijg er heel veel energie van. Nee. Ja. Ik klap echt in mijn handjes met hoeveel energie ik van de mensen online krijg. Daar ben ik ook wel kritisch op, hoor. Ja. Met wie ik volg en zo. Ja. Maar ook zeg maar een stukje de reacties die je krijgt. Ja. Allemaal positief. Ja, ik krijg heel weinig negatieve reacties, ja. Dat is wel echt bizar, hoor, soms. Ja, maar dat is gaaf. Ja, mijn laatste artikel ook over je vrienden verliezen na je 20ste. Ja. Dat was bizar hoe dat ging. Ja, dat heb ik gelezen. Dat was ook echt een heel goed artikel. En misschien is het ook goed om eventjes de mensen er mee te nemen. Je hebt een artikel geschreven over dat je, doordat je leven verandert, dat je afscheid neemt van sommige vrienden. Ja. Dat is niet lullig bedoeld naar die vrienden, maar dat... Nee, maar dat was ook, het was inderdaad het proces van alles wat we net besproken hebben in dit interview is, alles wat er toen ook gebeurde is dat ik heel veel mensen verloor, maar bewust ook wel een keuze daarin maakte, omdat ik wist gewoon, dat werkt niet meer. Nee. Dus daar schreef ik een artikel over en er konden zoveel mensen zich in herkennen. Ja. Echt honderden berichtjes op Instagram alleen, mailtjes, WhatsAppjes. Ja. Dan heb ik nog Facebook, dan had ik nog op de blog zelf de reacties. Ja, zoveel mensen konden zich daar gewoon in herkennen. Nou, dat vind ik geweldig. Als, ook al had maar één iemand zich in dat verhaal herkend, wat ook al is gebeurd, dan denk ik, daar ben ik blij mee. Ja, maar dan heb je wel mensen aan nagezegd, na laten denken. Want dat is natuurlijk, je hebt dat topic aangeboord en veel mensen praten er eigenlijk niet over. En ik herkende mij ook heel erg in jouw verhaal, alleen bij mij was het meer... door mijn sport had ik heel beperkte tijd. En was ik, en eigenlijk is hetzelfde wat jij nu doet in je ondernemerschap. Je gaat naar een doel toe. En ik had voor heel veel mensen een zichtbaar excuus. Ja. Want Sanne heeft geen tijd. Ja. Alleen dat merk ik nu in het normale leven. Mm-hmm. Dat veel mensen andere verwachtingen hebben. En weet je. En je hebt ook heel veel mensen die energieslurpers zijn. Maar hoe ben je erachter gekomen? Het is natuurlijk niet zo dat je van vandaag op morgen in één keer merkt van... Doei, ik heb eigenlijk niks meer met jou. Nee. Ja, dat kwam ook door een stukje boosheid, door een stukje onbegrip. En dat ervaar je dan heel erg. En het duurde ook wel een jaar voordat echt die knoop was doorgehakt. Maar ik weet wel dat in dat jaar was er heel veel gebeurd. En ik merkte gewoon dat ik steeds meer
buikpijn kreeg om daar naartoe te gaan, om dat te doen, om die gesprekken aan te gaan, dat ik steeds minder te vertellen had ook en dat ik me ook heel bewust was van dat ik me ergens niet meer thuis voelde. Ja. Ook niet meer in mijn eigen vel thuis voelde in die kroeg bijvoorbeeld. Ja. Ja. En het is niet dat ik me beter voelde, absoluut niet. Ik voelde me juist heel, heel ongemakkelijk. Ja. En dat op een gegeven moment was het 10+10 in plaats van 1+1. En ja, toen gebeurde dat bij mijn vader, wat ik ook in het artikel heb geschreven. Mijn vader kreeg een hartstilstand. Het was echt kantje boord. En toen was het voor mij zo duidelijk van waar maak ik me druk om? Ja. Toen dacht ik, er zijn zoveel belangrijke dingen. Ik moet gewoon een keuze maken voor mezelf. En dan kan ik verder. En ja, toen heb ik dat gedaan. En het was letterlijk verwijderen uit de groeps-WhatsApp. Wat de laatste stap was. Ja, bizar. Dat was er nog over, zeg maar. Ja, en dat het dan eigenlijk... Oké, nu is het echt dat je verwijderd uit... Ja, zo voelde het wel. Ja, en langer eigenlijk had je al veel helemaal eerder die beslissing genomen. Maar jij voelde in principe dat jouw vriendinnen jou niet begrepen. Ja. Onbegrip. Ja. Ja, dat was ook letterlijk zo. En ik kon het niet uitleggen. Je moet ook weten, in die periode, ik was aan de ene kant super oververmoeid. Ik had klachten, heel veel buikklachten, waardoor ik een hormoonkuur kreeg. En dat doet ook mentaal wat met je, laten we wel wezen. Daar word je geen leuke mens van. Dus ik had een jaar daarvoor was ik afgestudeerd. Dat was een heel heftig jaar voor mij. Het was gewoon heftig. Veel in gebeurd, veel in... Ja. En ik kon het ook niet uitleggen. Ik voelde me gewoon een beetje... Ik wist niet zo goed wie ik was. Dat is het ook wel een beetje. Maar dat is het jaar, zeg maar, nadat je afgestudeerd bent. Waarin jij zei van, ik ben eigenlijk van alles gaan onderzoeken om mezelf te leren kennen. Maar toen heb je ook nog heel hard zelf mee je gezondheid aan het worstelen geweest. Nou ja, ik moet even goed nadenken. Want tijdens het afstuderen merkte ik weer dat ik minder prioriteit had voor sporten. Dus toen zakte dat helemaal weg. En ik had veel buikklachten. Daarvoor moest ik ook naar het ziekenhuis. Niet dat het heel ernstig was. Maar ze gingen gewoon met mij uitproberen, oké, wat werkt. En toen kreeg ik een hormoonkuur en dat dan met pleisters en weet ik veel wat ik allemaal kreeg, weet niet eens meer. Maar ik merkte wel dat dat ook veel met me deed en dan, ik kwam ook weer aan, ik sportte minder, ik wist gewoon niet waar ik zoeken moest. Ja. Dus, en toen maakte ik die keuze, oké, ik start met dit traject, een coachingstraject was dat, om weer keihard te gaan sporten. En toen kwam die van oké, die energieke eer, omdat ik gewoon weer regelmaat ging opzoeken, ik ging trainen, Dus het was heel veel in dat, ik was heel bewust van oké, carrière manier wil ik deze kant op. Ja. Daar was ik me toen bewust van. Ja. Maar ik zat in mijn eigen vel niet lekker. Ja. Dus dat duurde even voordat ik daar keuzes in had gemaakt. Ja. Dus dat is voor jou echt even zoeken van oké, waar krijg ik energie van? Hoe kan ik iets voor mijn lichaam zorgen? Ja. En daardoor heb je echt jezelf leren kennen en wie daar ook bij past. Ja, precies. Want ik merkte gewoon dat ik ervaarde het als dat daar geen ruimte voor was. Mm-hmm. Om alles te doen wat ik wilde doen, was geen ruimte in hoe ik bij hun bekend stond. Ja, ja en het is ook, ik weet niet of je dat hebt ervaren, een stukje de sociale verplichtingen van andere mensen, bewust of onbewust, die je voelt. Ja, maar aan de andere kant, je bent ook jarenlang beste vriendinnen met hun geweest en ik investeerde ook veel minder tijd daarin. Ja. En dat is natuurlijk ook een hele shift. Ja. Ja. Plus ik had voor het eerst in mijn leven een echt vriendje. En dat was ook echt meteen raakt. Ik bedoel, hij is er nog steeds. En hij is er nog steeds. Maar dat verandert natuurlijk ook. Ja. Want dan heb je nog meer waar je tijd aan moet besteden. En nog minder voor wat zij van je gewend zijn. Ja, het was heel veel gewoon in dat jaar. Ja. En heb je dat dan ook wel eens naar je gehoord? Althans, ik heb dat tijdens mijn sport wel eens gehoord. Van Sanne, wat ben je egoïstisch? Je kiest voor jezelf. Je kiest niet voor ons, maar je kiest voor jezelf. En ik vond het niet dat ik egoïstisch was, want ik dacht, ik zorg tenminste goed voor mezelf, want ik weet wat ik leuk vind. Ja. Maar werd dat ook net tegen jou gezegd? Ja, in dat jaar voordat de WhatsApp-groep werd verwijderd, zeg maar, werd dat heel veel. Ik hield me steeds op de achtergrond, toen kwamen er vergaderingen en gesprekken. En daar wil ik niet zwart over praten of slecht over praten, maar... Dat is wel gezegd, maar het was ook logisch, want het was zo anders dan een jaar daarvoor. Ja, het was zo anders, dus ik begreep dat ook wel. Alleen, ik voelde me op dat moment wel gewoon heel erg beschuldigd. En dat bedoel ik ook met dat ik die ruimte niet voelde om te groeien. Ja. Dat was gewoon letterlijk geen ruimte. Nee, ik snap wel. Ja. Ik voel wel wat je voelt. Ja. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe dat nu met je vriendschap hebt. Of daar dan ook echt een verandering is gekomen. Want
ik merk met hele goede vrienden, maakt niet uit, zie je ze één keer per jaar, weet je. Yeah. Je ziet elkaar en het is gewoon meteen on fire, weet je. Dat zijn vriendschappen. Yeah. En of je wel of niet hebt, of je een verjaardag vergeet, doe ik heel vaak. past dat ook bij jou? Chaos, zei ik toch? Ja. Chaos, ja. Ik probeer alles op te schrijven, dan valt het mee, maar ik ken het. Ik vind dat wel mooi van vriendschap. Ja, vind ik ook. Maar dat is ook iets waar ik op dat moment achter kwam. Van oké, wat zoek ik in een vriendschap? Ja. En ik dacht toen ook heel lang van, ik heb geen behoefte om zulke close vriendschap te hebben. Alleen, er is toch een soort van eenzaamheid die dan ook komt. Mm-hmm. Want je kunt niet alles met je vriend delen. Dat wilde ik ook helemaal niet. Ik wilde nooit zo'n meisje zijn wat alleen nog maar haar vriend had. Ja. En hoe dat daarna is gegaan, nou ja. Ik heb inderdaad altijd vrienden gehad die ik weinig zag, maar wel als heel waardevol beschouwde. En hoe dat nu is, ik ben gewoon heel kritisch daarmee. Ik moet op één level kunnen zitten met één iemand. Ik vind een goed gesprek belangrijker dan wekelijks contact. Toch? Ja, zeker weten. Ja. Want dus wekelijks contact heb ik geen tijd voor. Nee, ja, ik weet soms ook niet dat het nu al donderdag is, terwijl het gisteren nog maandag was. Ik had net toevallig een vriendinnetje aan de telefoon en zij zei, ja, het is al bijna weekend. En ik dacht, weekend, ik ben nog met zoveel leuke dingen bezig. Wat is weekend? Nee, dat is overdreven. Ja, nee, ja, ja. Dat is natuurlijk wel heel anders. Maar wel mooi, het is een hele levenservaring natuurlijk, die je ogen openzet. En dat mensen gewoon energie kunnen kosten en dat jouw leven natuurlijk ook verandert. Dat je in bepaalde momenten weer andere mensen nodig hebt. En, dat is wel een heel mooie leerschool geweest. Ja, denk ik zo ook. En ik denk ook dat er niks speciaals aan is. Ik ben niet zieliger dan iemand die nog zijn eerste vriendinnen heeft. Maar ik denk gewoon dat het heel herkenbaar is. En dat het verschil met mij is dat ik dat hele leventje, dat deel ik online. Ja. Dat deel ik allemaal. Ja. Dat kan iedereen meemaken, meevoelen, meebewegen. Ja. En hoe voelt dat dan voor jou? Omdat je gooit je hele leven online. Volgens mij, hè, jij krijgt er echt een kick van. Mijn moeder zei wel eens dat ik absoluut geen schaamte ken. Dat vind ik dan ook weer niet waar, want ik heb wel mijn grenzen natuurlijk. Maar ik heb er geen moeite mee. Ik vind het iets best wel heel moois om dat allemaal te kunnen delen. Ja. Het is natuurlijk ook wel, het klinkt zo narcistisch als ik het zo zeg. Ik weet niet, ik weet niet wat ik interessant ben. Ik weet niet, het gaat gewoon vanzelf. Ik hoop gewoon dat de waardevolle dingen die ik deel, dus de leerzame dingen, dan heb ik het niet over die gestoorde selfies of die mood swings die ik wel eens deel, maar die waardevolle dingen, ik hoop gewoon dat daar iemand iets aan heeft. Ja, dat je daar andere mensen mee kan inspireren. Ja. 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 Mooi. Ja. Deel jij veel voor jezelf online? Ik deel meer als gemiddeld, zeg maar. Want in deze podcast ben je ook hartstikke persoonlijk. Ja. Nee, ik deel eigenlijk, maar ook wel. Ik deel eigenlijk wel heel erg veel online. Ja. Maar ook sommige dingen niet, net als bij jouw vriend komt wel in beeld, mijn vriend komt af en toe een keer in beeld, eigenlijk helemaal niet, maar die heeft dan niet zoveel behoefte aan. Nee. Maar verder deel ik eigenlijk wel heel veel op voor mij, over mijn eigen leven. Ja. Vind ik ook heel mooi en, om dat te kunnen doen. En ik vind het ook eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, gaaf als je andere mensen mee mag inspireren. Ja. Dus, en jij hebt natuurlijk ook zo'n voorbeeldfunctie daarin voor andere sporters en mensen die gestopt zijn met de sport, dat je daar zo'n voorbeeldfunctie in hebt. Nou ja, die reacties krijg ik wel. Ja, dat je mensen echt zo ook aangeven. Ja, weet je, ik zie nu het normale leven als topsport. Ja. Hoe jij het aanpakt, snap ik. Ja, maar ik denk ook gewoon hoe jij het aanpakt, wie dan ook. Weet je, van dat wij en dat verhaal met jouw vriendinnen. Ik geloof erin dat wij nog beter voor onszelf mogen zorgen. En ik vond toen ik ging werken, mijn sportcarrière stopte, vond ik het fucking lastig om goed voor mezelf te zorgen. En dacht ik, dit is pas lastig, want ik heb nu een onuitgesproken doel. Ik ga gewoon tussen haakjes werken. Ja, heel raar natuurlijk. Ja, en dan wordt er denk ik van alles van je verwacht, van andere mensen. En weet je, toen vond ik zoveel lastiger om mijn eigen grenzen te bepalen. Ja. En als je topsport doet, weet je, ik heb gewoon één doel. Ik geef mijn grenzen aan. Heel simpel is het, voor de buitenwereld is het simpel. En ik zie om me heen dat er veel meer mensen hun eigen grenzen aan mogen geven, maar ook het mogen accepteren, waarderen dat die ander zijn eigen grenzen heeft en dat dat prima is. Ja. Ja. En daarin vind ik dat heel veel mensen nog wel moeite hebben. Ja. Want daar hadden jouw vriendinnen ook moeite mee. Ja.
Dat, hè, in principe. En dat zie ik heel veel. En dan gaat het mis. Dan heb je geen begrip meer. Dan heb je geen perspectief meer. Inderdaad, ja. Zeg je dat goed, zeg? Jeetje. Ja. Je bent gewoon aan het denken. Ja. Maar ik vind dat juist mooi. Ik heb ooit discussies. Of eigenlijk discussies. Weet je wel, ik denk hier zo over. Jij denkt daar zo over. Oh ja, prima toch? Mag toch? Mooi een andere mening hebben. Ja. Agree to disagree, toch? Ja, dat is toch gewoon helemaal prima. Ja. Maar Ingrid, jij zei net al even tussen neus en lippen door, en dat je eigenlijk een dieptepunt van die energieniveau na jouw studieperiode hebt gehad. Is dat het meest heftige moment in jouw leven geweest? Nee, dat denk ik niet. Nee, wanneer zat je heel laag qua energie? Qua energie, bewust zeg maar, want dan, ik was, hoe oud was ik toen ik afstudeerde? 21. Kijk, dan ben je wel best wel bewust van jezelf natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat betreft qua persoonlijk wel het dieptepunt was. Het was wel even heel naar. Ik kon mezelf ook echt niet in de spiegel aankijken. En tijdens het afstuderen ook vond ik verschrikkelijk. En te zien dat ik was altijd heel goed op school. Dus toen dat daar zo mis ging, was gewoon allemaal, alles ging even mis. Mm-hmm. En de jaren daarvoor is er ook heel veel gebeurd. Wat toen allemaal als een klap kwam of zo. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat, toch wel dat moment. Ja, en de jaren daarvoor is allemaal opstapeling geweest. Ja, mijn vader heeft 2 broers verloren en een zus in 3 jaar tijd. Dat is natuurlijk, dat zie je vader ook eens doen. Mijn vader heeft toen het hartstilstand gehad. Dat is natuurlijk heel heftig. Heftig. Ja. Mijn oma die iedere dag bij ons was, dat was ook voor mij heel heftig. Maar wat is heftiger, dat weet ik niet. Ik denk dat voor mezelf, dat ik toen het meest in de put zat, omdat ik en niet wist wie ik was, zeg maar. En tegelijkertijd te maken had met gewoon, ik was op. Ja. Dus ik was echt op toen. Net na het afstuderen was ik op. Ja. En toen krabbelde ik op door die keuzes te maken van ik wil dat en niet meer dat. Ja, door bewust uit te slachten. Ja, heel bewust. Ja. 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 En je zei net ook al even van tevoren, hè, dat tijdens het afstuderen was je al minder gaan sporten. Dus het afstuderen was wel een beetje een blok aan het been. Ja. Waardoor je uiteindelijk, zeg maar, ik keihard op je sneltrein hebt gezeten. En toen was het klaar en toen ben je als het ware... Ja. 6 keer op vakantie geweest om uit te rusten dat jaar. Dat was... ik denk ook dat dat iets was waarbij ik mezelf weer op wijs gemaakt van dit gaat kut worden. Mag ik stel op je podcast? Ja. Bliepen we eruit. Bliep. Dat zo werd het ook. En ik was dat jaar daarvoor, weet je wel, ik wilde zo graag alle ballen hoog houden. Ik verhuisde naar Amsterdam voor afstuderen. Het was gewoon alles was nieuw, anders. Ik wilde van alles. Ik wist eigenlijk niet hoe. Ja. Het is helemaal niet dramatisch, maar ik ervaarde het echt als super dramatisch. Ja. En daarna was ik klaar. Ik ben helemaal klaar met dit gevoel. Ja. Dat was het. En gaat dat nu nou nooit meer gebeuren? Ja, natuurlijk wel. Ja. We wish. Ja, nee. Ik heb nog steeds momenten dat ik... Ik zei het toch net nog. Dan zit ik hier soms aan tafel met mijn windjas aan. En dan weet ik niet of ik wil eten. Of dat ik even wil huilen. Of dat ik tv wil kijken. Dan weet ik gewoon even niet wat ik wil. Maar dat hebben we nog steeds. Alleen, ik denk wel dat de kunst is om te leren op te staan iets sneller dan je denkt dat nodig is. Ja. En dat heb ik wel geleerd. Ja, om eigenlijk die signalen te herkennen van het is weer bijna zover. Ik moet even aan mezelf denken. Ja. Ja, of ik moet heel even... Weet je wel, je hebt verschillende behoeftes. Dan heb je of behoefte aan een warm bad. Ja. Of je hebt behoefte aan heel even snel je to-do-list afmaken en overzicht creëren. Ja. Je behoeftes liggen gewoon anders. Dat moet je leren herkennen. Ja. Ja, het voelen van waar heb je behoefte aan. Ja, en als het misgaat, iets sneller opstaan dan dat je vroeger zou doen. Dat heb ik wel geleerd, om het sneller te kunnen. Ja. Niet een hele week helemaal terug te kruipen. Ja. 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 Dus dan wil je eigenlijk zeggen dat je batterij sneller oplaadt? Ja, veerkrachtiger denk ik worden. Yeah. Mooi woord, toch? Veerkrachtiger. Ja. Ja, maar dat is toch ook, je gaat toch wel vallen. Ja. Ik val 3 keer per week op mijn neus, maar als ik 7 keer niet op mijn neus val, dan heb ik toch 7 keer een high five die ik kan geven. Ja. Ja. Ja, en sterk nog, ik denk ook juist dat je pijn, ik noem het zelf pijn, nodig hebt om weer te groeien. Denk ik ook. En dan kan je weer in de spiegel aan kijken, wat kan ik dan een keer beter doen? Dan moet je letterlijk doorheen. Ja. Ik zie het altijd, ik zag daar laatst een hele mooie quote voor me als uplevelen. Dus als je een level verder wil, dan moet je heel even ergens doorheen. Zo gaat het gewoon. Ja. En je hebt niet eens, weet je, het is niet zo dat je 3 punten kunt halen en dan naar het volgende level gaat. Je weet niet hoeveel punten het moeten zijn. En dus daarom heb je niet altijd door, waar ben ik mee bezig?
Dus als je nu gewoon door een moeilijk iets heen gaat, moet je gewoon bedenken, oké, ik ben aan het uplevelen. Ja. En dan begrijp je het beter, dan kan je het beter bevatten. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja, ook vind ik wel een hele mooie vergelijking wat je hebt. Ja, toch? Ik zie nu Super Mario spelen. Ja, ik ook al. Dat je dan... Ja. Alleen dan bij hem zie je die punten scoren, dan weet je, oh, ik ben bijna daar. Maar dat is in het leven niet, denk ik. Ja, nee. Toch? Nee. Ja. Maar ik vind het wel heel mooi, want zo werkt het wel. Ja. Dus het wordt allemaal natuurlijk wel weer beter van, weet je. Ik bedoel... Ja. Als dat is wat je wil, als je er beter van wil worden, dan moet je daar doorheen. Ja. Als je altijd zegt, nee, ik vind het moeilijk, ik vind het, ik word hier verdrietig van en je blijft daar hangen, dan hou je jezelf letterlijk tegen. Ja. Denk ik. Zo sta ik erin in ieder geval. Ik ben geen, ik zeg altijd, ik ben een wijsneus, geen expert. Geen wijsneus, maar geen expert. Ja, wel een wijsneus, maar geen expert. Maar ja. Ja, misschien ben ik wel een expert. Mag, dat is ook gewoon een mindfuck die zo. Ja, precies. Het is weer zo'n limiting belief. Ik heb eigenlijk met heel veel Engelse woorden, omdat ik het Nederlandse woord dan niet weet. Nee, dat snap ik. Als je heel veel Engels luistert, dan heb je dat. Maar ja, dat is natuurlijk wel. Hey, want wellicht heb je gewoon meer van zulke mindfucks die jou klein houden. Ja, heel veel stemmen in je hoofd. Maar dat is ook weer iets, dat heb ik dan ook weer met coaching en boeken. Krijg je dat, dan kom je daar letterlijk tegen. Dat is ook... Dat zeg ik ook echt heel vaak op Instagram. Je bent wat je jezelf continu wijs maakt. Ja. En dan heb je het over alles wat je denkt dat je bent, ben je. Alles wat je doet, steeds doet, ben je. Ja. En alles wat je zegt, ben je. Ja. Dus hoe ik bijvoorbeeld ben begonnen met afvallen. Ik schreef overal, ik ben mollig. Ik zei altijd in de spiegel, oh, mollig meisje. Ja. Ik stelde mezelf voor met zelfspot. Ja, ik ben niet molliger, bijvoorbeeld. Ja. En dan ben je dat ook. Want je bent wat je zegt dat je bent. Ja, klopt, ben je. Ik ben het zo mee. En dat heb je op alle vlakken. Ja. Toch? Ja, ik weet er alles van. Ja. Maar heb je nu op dit moment dat je nog bewust van jezelf weet, ik heb nu nog hier een mindset waar ik nog doorheen aan het worstelen ben, waar ik mezelf aan het uplevelen ben? Nou, bijvoorbeeld echt die expertise claimen. Dat nog steeds op een bepaald niveau loop ik daar tegenaan. Mm-hmm. Dus dat ik op een bepaalde manier soms denk van, oeh, kan ik dit wel aan? Ja. Terwijl ik weet dat ik het kan, maar ik heb dan die stemmen die dan op het moment supreme komen ze dan toch in. Die heb ik altijd als iets eng wordt of als iets next level is in de business, qua sport ook. Ja. Kijk, als ik nu weer mijn 80 kilo squat doe, dan denk ik, die 90 kilo kan ik dat wel. En dan zit ik mezelf ook weer te overtuigen, zo van, kan ik dat wel? Die stemmen die heb ik altijd. Nee, doe je wel gewoon even. Ja. Maar vertel eens, waar ben je expert in bij jullie business? Nou, social media coaches echt social media strategieën ontwikkelen. En dan hebben we het voornamelijk dat we de basis leggen. Dus stel je hebt een organisatiestrategie en een bepaalde missie en doelstelling en alles. Maar je hebt geen idee hoe je dat op social media moet vertalen. Ja. Dat is ook een kunstje. Dus dat moet je gewoon begrijpen. Dat moet je op een bepaald strategisch niveau doen. Ik denk dat wij heel goed zijn in die vertaling naar duimstoppende content, zeggen wij altijd. Mm-hmm. Dus wat werkt op de kanalen en wat past bij jouw merk en daar die connectie tussen vinden, dat bruggetje. Cool, en hebben jullie dan een bepaalde doelgroep waar jullie voor werken? Dat is heel gevarieerd. We hebben bijvoorbeeld één strategisch traject, dat duurt 3 maanden, daar hebben we wat klanten van, dus voornamelijk in de sport- en healthbranche, maar we hebben nu ook een aantal business coaches. Yeah. Oh. Dus dat is best wel breed. Ja. En dan hebben we ook nog losse sessies, dus echte brainstorm sessies, gewoon coaching calls kun je bij ons inplannen, dat is dan bijvoorbeeld meer bijvoorbeeld kleinere ondernemingen of die de behoefte hebben aan een korte impuls. En dat gaat helemaal alle kanten op. Dan hebben we het over schoonheidsspecialisten, kapperszaken, platformen, bloggers, alles. Oh, echt? Ja. Oh, dat is wel leuk dat je me zo gevarieerd. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. En dat is ook wel, het raakt echt heel erg vanuit je eigen blog natuurlijk. Ja. Daarin heb ik zelf al, je hebt gezegd dat je bent al ruim 4 jaar bezig met je blog, om jou. Ja. Om je volgers, om mensen te engagen, commitment te creëren. Dus je hebt eigenlijk al 4 jaar echt volle bak bezig geweest met wat je nu in je werk echt doet. Ja, heel goed opgelet wel. Ja. En daarnaast, ik heb communicatie gestudeerd. Dat is best wel een brede opleiding, maar die strategie van een merk, dat is daar wel de basis van. Dus dat neem je dan mee en dat vertaal je naar social en content strategieën. Ja. Dus dat is wel een mooie wisselwerking inderdaad. Ja, dat vind ik heel cool. Superleuk. Ja. Dat is ook wel echt... Ik vind het marketing, ik heb zelf ook een achtergrond in marketing. Ik vind het echt zo mooi om te zien. En vroeger zei ik altijd, ik vind het zo gaaf als ik andere mensen kan laten doen wat ik wil dat ze doen. Heel goed gezegd, ja. Dat is ook een eigenschap van een ondernemer, denk ik. Andere mensen laten doen wat ik wil dat ze doen. Ja, dat is een goeie. Dat is toch
super mooi, toch? Ja, heel mooi. Ja. En jij schrijft op je blog About to be fitter, enthousiaster, beter dan gisteren. Ja. Ja, About to be, dat is wel 4 jaar geleden ontstaan. Dus er staat nu wel iets anders in. Ik vind dat nu, al krijg ik een beetje mijn nekhaar gaat er van overeind staan. Ik ben nu veel meer, ik vind You Go Girl ook veel beter bij me passen. Maar toen was dat inderdaad, weet je wel, About to be gaat over zijn of over worden. Mm-hmm. En ja, beter dan gisteren, dat is wel altijd wel een doel. Gisteren, ja. Maar dit week, in november, komt er een nieuwe website aan. Ja. Dus dan gaat dit ook helemaal richting You Go Girl. Ja, yougogirldingen.nl, ja. Cool. Ja, dat wordt echt gewoon, alles wat ik doe en eigenlijk daar doe, dat wordt dan gewoon onder die merknaam vastgelegd. Dat is veel slimmer. Ja. Want iedereen kent mij van You Go Girl. Ja. Er zijn mensen die ik nog nooit heb gesproken, die zeggen, ik kom een shirtje tegen met You Go Girl, ik vind het iets voor jou en dat berichtje krijg ik dan. Echt, dus als er petten zijn met You Go Girl, krijg ik berichtjes als er shirtjes zijn. Ja, dat is toch super cool. Hoor. Ja, dat is ook wel gaaf, want dan heb je echt een merk weten te creëren. Ja, ja. Echt gewoon super cool, man. Ja, dat, als ik zou moeten kiezen, en dat is natuurlijk een vraag die jij nooit zou stellen, maar die antwoord ik nu even. Ik zou zo voor You Go Girl dingen gaan. Ja? Ja, qua energie, qua passie. Mm-hmm. Ja. En wat let je dan? Omdat ik het ook super leuk vind om te doen, social media coach. Ja, maar je zegt, je beantwoordt zelfs deze eigen vraag. Ja. Wat is je droom? Ik heb net al gevraagd, wat is je droom? Maar nu zeg je toch dat ik wil eigenlijk... Ja, nee, maar ik denk dus niet dat ik hoef te kiezen. Want wat ik heel erg merkte toen ik alleen blogde, is dat ik dat stukje inhoudelijke kennis, dat mis ik ook wel. Ik vind het heel leuk om te leren en in mijn vakgebied te blijven groeien. Dat kon ik niet helemaal kwijt daar. Mm-hmm. Dus, maar stel, ik zou echt op een cliff staan en ik word er afgehoord dat ik allebei wil blijven doen, of ik moet kiezen, dan kies ik voor You Go Girl. Zo bedoelde ik. Ja, zo bedoelde ik. Oké. Maar ik denk ook, als bij social media coach steeds meer de richting gaat naar ondernemers die een impact willen maken, mm-hmm. dus bijvoorbeeld of een hele sterke boodschap hebben, of een hele duidelijke missie hebben, dat als wij daar steeds meer in gaan filteren qua klanten, dat dat ook steeds vetter wordt. Want dat vind ik het allerleukste doen. Als jij een boodschap hebt, een missie hebt om te vertellen online, dan kan ik jou het allerbeste helpen. Ja. Dat vind ik het leukste om te doen. Want dan heb je vanuit die passie van iemand, vanuit die energie waar jij ook de hele tijd over praat, als je dat kunt vertalen, en zo leuk. En het is natuurlijk zo gaaf, want als je merkt dat je met iemand werkt, die energie zelfs weer borrelen, dan is het zoveel makkelijker om dat over te brengen, ook online. Ja. Want om dit glas online te promoten, is heel iets anders dan dat iemand daar met, dat je voelt van oké, want jullie kunnen die marketing wel doen, maar als ze de conversie niet maken, hebben ze er geen bal aan. Nee. En iemand waar die passie er vanaf straalt. Ja, en weet je wat ook is, er is zoveel online, er is zoveel ruis, het is zo moeilijk om aandacht te krijgen, maar weet je, dat zeggen heel veel mensen dan. Maar ik denk als jij iets hebt bij te dragen in de vorm van of kennis, of informatie, of waarde, of weet je wel, een goede intentie, of een mooie boodschap, dat je daar niet eens over na hoeft te denken. Dat vind ik gewoon veel mooier om in ieder geval online communiceren dan ik heb korting, ik heb de beste korting, ik heb de meeste korting, ik heb de snelste service, koop bij mij want ik ben de beste. Dan denk ik, oh, dat heb ik al 100 keer gehoord. Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon een mindfuck, hè? Qua reclame maken. Ja. Ja, maar dat is ook weer gedrag wat andere mensen zichzelf hebben aangeleerd. Ja. En ik geloof daar niet in. Nee. Nee. Nee, ik heb het gelukkig nooit echt gedaan. In? Dat soort. Weet je wel, alleen mijn advertenties, een productcatalogus als Instagram-pagina. Nee. Het is zo leuk om te volgen. En ik denk dat wij toch voornamelijk voor entertainment op Instagram zitten. Dat weet ik wel zeker. Je zit voor entertainment en je wil gewoon plezier hebben. Ja. En ik hoef geen nieuwe broek te zien op Instagram. Nee, ja, of het moet een broek zijn waardoor iemand zich of beter in haar vel voelt, waarvoor ze hard heeft gewerkt, of de verhalen. Er moet een verhaal in zitten, maar niet gewoon. Ik zag pas een winkel, of een kledingwinkel, die had dan de kledingitems, een shirt, een broek, en had wel iemand aan, maar geen verhaal erachter. Nee. Oké, dit is de nieuwe diesel. Zonde. Een gemiste kans. Ja. Ja. Of laat gewoon klanten vertellen wat ze met die broek, welke even. Ja, zo zonde inderdaad. Want je zegt die stories, je wilt die stories behind achter wil je weten natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Of in ieder geval, of je hebt een hele duidelijke missie of weet ik veel wat. Dat is zo mooi als je dat echt goed kunt wegzetten. Maar wat is jouw missie met You Go Girl dingen die je wilt neer gaan zetten? Ja, daar ben ik volop in de ontwikkelfase om die op papier te krijgen. Kijk, ik zeg altijd, ik wil met enthousiasme groeien aan de ene kant. Mm-hmm. Maar ik wil ook anderen helpen om het beste uit zichzelf te halen. En met het beste
bedoel ik dan voor jezelf kunnen kiezen, meer zelfvertrouwen hebben, gezond leven. En dat gaat echt alle kanten op. Dus concreet heb ik hem nog niet. Maar het komt gewoon vanuit wat ik meemaak, van wat alles wat ik leer, dat wil ik delen. Ja. Dus dat vind ik ook wel een missie op zich. Mm-hmm. Gewoon, en daar zoveel mogelijk mensen mee bereiken. Ik denk dat iedereen dat af en toe kan gebruiken. Ja. Iedereen die het wil, horen het. Ja. Ja, maar dat is inderdaad super mooi. Is gewoon eigenlijk andere mensen op next level helpen om te uplevelen, als het ware. Te uplevelen, dat is een mooie. Ja, wat is jouw missie? Mijn missie ja, is ook eigenlijk, zeg maar, mensen helpen next level te gaan in hun business. Dat is waar ik mensen mee wil helpen. Dus door voor zichzelf beter te zorgen, dus niet eerst naar de business kijken, maar eerst naar de mensen zelf te kijken. Oké, hoe zorg jij er nu voor dat jij lekker in je vel zit? En ga dan vervolgens, hoe kan jij dat vertalen naar je business en in jouw business nog beter zijn? Je ziet zoveel dat mensen gewoon dat maar doen omdat hun klanten dat willen. Ja. Nee, ga voor jezelf staan. En hoe ga je voor jezelf zorgen? Ja, zo, ik wil amen zeggen. Ja, heel mooi. Ja, maar dat is het ook. Wat voor persoon moet je zijn om dat te kunnen verbeteren? Dat is toch continu de vraag? Ja. Supermooi. Ja, echt supermooi. Een mooie woorden hebben we al gezegd. Ja. Ik wil eigenlijk nog een paar laatste dingetjes aan jou vragen. Ga los. Ik heb een aantal zinnen opgeschreven. Of jij die wil afmaken. Oké. Ga er even voor zitten. Inger, mijn grootste droom is... Wow, ik heb hier moeite mee. Mijn grootste droom is om van YouGoGirl dingen een groot merk te maken. Een landelijk bekend merk. Om financieel genoeg vrijheid te hebben om te leven zoals ik wil leven. Om voor altijd te kunnen spiegelen en... Uplevelen. Om dat voor altijd te kunnen doen, zeg maar. Dat jij jezelf steeds blijft ontwikkelen en groeien. Ja. Maar ook gewoon dat ik dat wil. Snap je? Dat ik nooit verander in iemand die dat allemaal niet meer wil. Die klaar is. Die blijft zitten te banken. Ja. En het positief vasthouden. Zo. Dat was heel veel dromen. Ja. Wauw. Hey, en je zegt een stukje, hè? Jouw droom of jouw leven kunnen leiden wat je wilt leven. Ja. Hoe ziet dan jouw leven er dan uit? Minder tijd aan het werk. Letterlijk, maar ook meer vrijheid dat ik zeg van oké, ik heb bijvoorbeeld een droom om volgend jaar naar een paardenrange in Amerika te gaan. Om als een cowboy over de prairie te racen. Maar dat soort dingen dan vaak te kunnen doen, maar ook de mensen in mijn omgeving zo te kunnen helpen. Ik zou bijvoorbeeld, ik heb er altijd van gedroomd om mijn moeder te kunnen aannemen, bijvoorbeeld. Yes. Omdat, weet je wel, die is nu 61, die wil ik gewoon, en die werkt keihard, ik wil die gewoon mee kunnen nemen in dat. En daar voor te doen. Oh, supermooi. Ja, dat heb ik altijd, staat in ieder dagboek van 12 tot 26 dat ik dat ga doen. Ja. Dan ben ik benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. Ja, ik hoop snel. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja. Ze moet het ook wel willen, hè? De vorige keer wilde ze niet. Toen dacht ik, we moeten het allemaal doen. Ze moet het wel willen. Dus ik moet het op haar manier doen, maar dat komt wel goed. In ieder geval de mensen om me heen daarmee ook kunnen helpen. Dat zou ik echt een droom vinden. En dan heb ik het niet over spullen of geld, maar gewoon er ook voor hun te kunnen zijn. En, dat is tijd. Ja, ja. Flexibiliteit. Oh, het lijkt me zo geweldig om ook de hele familie mee op vakantie te nemen en dat soort dingen. Ja, dat is mooi. Toch? Ja, ja. Heel mooi. Ja, ik heb zo'n leuke familie. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. Ja, mooi. Ja. Je glimlacht ook. Ja. Dan komt dit gesprek, hoor. Hallo. Je bent hier echt heel goed in. Ik vind het echt heel leuk. Dankjewel, ik vind het ook leuk. Ja. Ik heb al een paar. Ja, sorry. Ik geloof in... zelfontwikkeling, keuzes maken. Keuzes maken, zelfontwikkeling. Yeah. En positief denken. Ho, die wil ik echt gezegd hebben. Dat is alles. Gaaf. En denk je nog wel eens negatief? Ja. En herken je dat meteen bij jezelf? Sneller. Ja? Ja. Echt veel sneller. En weet je waar dat ook vandaan komt? Ja, ook wel vaak. Meestal kan ik dat wel herkennen, maar dat komt dan vaak van vermoeidheid. Nou ja, daar hadden we het net al voor de podcast over. Hè? Als ik aan het vertellen dat ik vermoeid ben geweest, dat ik dat ook merk. Ja. Vermoeidheid. Ja. Ja, want dan weet je, dan word je eerder een beetje zelfmedelijden, een beetje zielig. Goed, ik dan, hè? Ja. Dus ja. Ja, ik herken het. En die chaos in mijn hoofd soms, dan kan ik zo, kijk alle kanten op.
dan moet ik echt gewoon een systeem voor bedenken. En merk je niet dat je, of hoe ga je daarmee aan de slag? Om die chaos te structureren? Nou, ik ben nog steeds iemand van lijstjes. Dus mm-hmm. to-do-listen, alles wat ik in mijn hoofd heb, moet uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ik heb WhatsApp-groepen per project. Oh, ja. Daar zet ik alles in, omdat ik mijn telefoon heb ik altijd bij me, vast zelfs. Ik heb mijn telefoon altijd vast. Hij is nu aan het filmen, ik heb hem normaal altijd in mijn hand. En dan, als ik dan niet in mijn hoofd heb, meteen eruit. Dat werkt voor mij en ik ben nu ook bezig. Ik ben op zoek naar iemand die mijn computer en zo gaat opruimen, die mij gaat helpen om systemen te bedenken, om het vervolgens ook allemaal op te slaan en werkbaar te maken. Ja. Want ik moet dus niks te lang in mijn hoofd hebben. Nee, ja. En merk je dan ook, hè, door een stukje, want jij barst van de energie, dat je jouw energie, dat je ook zelf tot rust kan komen? Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, dan komen we weer op waar ik op dat moment behoefte aan heb. Mm-hmm. Dus ik krijg heel veel energie van regelmatig trainen. Ik meet ook dat als ik in die week 5 keer heb getraind en echt lekker heb getraind, dat ik me beter voel die week daarna dan wanneer ik dat niet heb gedaan. Dus waar ik op dat moment behoefte aan heb. Dus nu heb ik heel veel behoefte aan een vakantie. En dan ook echt geen werkvakantie. Dus geen enkel moment werken. Oh, dus heb je die gepland? Ja. Over 2 weken. Oh, en waar ga je heen? Naar Sakintos. Het is maar een weekje. Ja, maakt het niet uit. Maar ik ga mijn laptop niet eens meenemen. Ik ga het proberen. Nee, ga je doen. Ja. Ik ga proberen, want dan gaat het toch in je tas. Die blijven deze thuis, hoor ik. Ja, dat was wel de bedoeling, ja. Dat is de bedoeling. Ja, ja. Zie jij me trappen erop. Ja. Dat, dus dat. En dat heb ik al heel lang niet gedaan. Oh, en dat hoop ik echt dat dat ook ruimte gaat creëren. En ook weer nieuwe inzichten, ja. Creativiteit, dat. Oh, daar komt meteen een nieuwe inzicht. Ja, met die even afstand neemt, dan komen die. Ja, geloof me. Precies. Ja. En de laatste, ik wens de wereld. Jeetje, die is zwaar. Ja, ik wens de wereld mensen met zelfvertrouwen, met de mogelijkheid om te kunnen relativeren en positief te kunnen nadenken. Weet je wel, als iedereen alles een beetje positiever benadert en vanuit hun eigen passie, dan denk ik dat die sowieso beter wordt. Want vanuit je eigen passie krijg je meer ruimte om meer te doen wat je wil doen. Ja. Wow. En blijere mensen zijn toch fijnere mensen, of niet dan? Ja, zeker weten. Dat zijn mooie woorden. Ja? Ik weet niet, ik vond dit een beetje, lastig, dit is wel heel moeilijk, een hele zware. Wens ik de wereld? Ja, ik wens de wereld ook minder plastic. Ja. Ja. Ik wens de wereld ook minder dierenleed, ook minder oorlogen, ook minder tsunamis. Ja, ik wens de wereld zoveel, joh. Ja, maar ik vond het positiviteit. Die mag je dan maar uitknippen, de laatste. Ja, dat is ook een lastige vraag, maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ja, dat is wel heel mooi, hè. Ja, maar ik wens de wereld ook meer geluk en meer zelfliefde of zo. Ja. Zelfvertrouwen, ja. Ja. Inger, super tof, man. We hebben echt een heel mooi gesprek gehad. Ja. En voor de luisteraars, ze kunnen jou vinden. Binnenkort ook op een nieuwe website. Ja. Maar vertel eens, waar kunnen ze jou vinden? Ik denk dat ik het leukst ben op Instagram. Het meest actief in ieder geval. En dat is gewoon @ingervierhout. Ja. Daar kunnen ze jou super cool. Ja. Daar word je overal doorgewezen. En daarin deel je op een heel toffe manier jouw stories en ook leuke dingen. Thanks. Dus keep on going. You go, girl! Jij ook, hè? Dankjewel voor het interview. Ja, tof. Ja, ja.